Middelpunt van de liveshow op de parade waren honderden mensen die anderhalf uur lang stilstonden in een menselijk lint door de stad. Zij vertelden honderden verschillende verhalen, met één gemene deler, kanker. En dit is oma Rene en die is overleden aan kanker. Ja. Dus hier zijn we om dus oma een soort van te herdenken. Het is niet leuk dat mijn oma is overleden, maar het geeft wel een fijn gevoel om hier te staan vanwege haar. Voor Emma, zij heeft het ook in het orkest. Ja, en zij heeft dus kanker. Het gaat nu wel beter met haar. En we willen graag niet alleen haar, maar ook alle andere mensen met kanker bijstaan. Ook bekende Nederlanders leverden hun bijdrage. Zo stonden Frans Bauer, Willeke Alberti en Kjeld Nuis ook anderhalf uur lang stil. Als levende standbeelden van Anthony van Leeuwenhoek, koningin Wilhelmina en Neil Armstrong. En optredens waren er van Anita Meijer, Stef Bos en Davina Michel. Ja. En wat is de reden dat u hier staat, als ik vragen mag? De reden is eerst persoonlijk. Ik heb ook de foto bij me van mijn broer die 2 jaar geleden is overleden aan kanker. En mijn moeder die 10 jaar geleden is overleden. En ja, ik vind het superbelangrijk dat het onderzoek door blijft gaan. Want het is nog steeds de wereld niet uit kanker. En ja, daar moeten we met z'n allen echt voor blijven gaan. Superbelangrijk. Jullie zijn hier met een hele groep. Hoe was de aanloop hier naartoe? Hebben jullie actie gevoerd? Ja, we hebben met name binnen de organisatie natuurlijk, maar ook rondom ons op Facebook, op LinkedIn, op alle social media hebben we allemaal oproepen gedaan. En het zo persoonlijk mogelijk gemaakt, maar zeker ook, wij komen bij patiënten thuis. Ook daar aangegeven dat we niet alleen de zorg verlenen, maar ook zorgen voor financiën om het onderzoek voor te zetten. Even wennen. Ik heb zoiets nog nooit gedaan. En het overweldigt me een beetje. Dat is wat het doet. Ik ben gekomen omdat ik in de afgelopen jaren heel veel mensen verloren ben aan kanker. En dat is gewoon, ja, dat is me gewoon een beetje heel erg veel geweest. En dat groeit boven mijn hoofd. En toen heb ik wel besloten vandaag om die mensen niet op de foto te nemen. Want die zijn gewoon daar waar ze graag willen zijn. En die hebben het goed. En dat hoop ik ook dat ze het goed hebben. Maar ik heb een foto vast van een vriendin van mij. En Nikki. En dat is een van de weinige mensen die kaler heeft. En die eigenlijk het ontzettend goed doet. Omdat ze allerlei dingen ernaast doet. Zoals marentak spuiten, zoals vitamines nemen, zoals heel gezond eten, aloe vera drinken. En nou ja, zij gaat ontzettend goed. En ik vind dat een ontzettend mooi voorbeeld van hoe je met kanker om kan gaan. Ik sta hier voor mijn moeder. Zij heeft anderhalve maand geleden ongeveer de prognose gekregen slokdarmkanker. Dus ik sta hier samen met haar en voor haar. Vooral om ook aan te kunnen geven aan mensen dat het echt heel erg tof is als je er positief in staat. Dat je echt wel, zeg maar, ondanks dat het ontzettend vervelend is, je er echt wel iets goeds nog uit kunt halen door vooral steun te ervaren van je omgeving. Ik sta hier voor mijn oma en voor mijn vriendin Petra. Mijn oma heeft kanker gehad, die is overleden nu ruim 6 jaar geleden. En Petra zit nu midden in een chemokuurproces. Wat geeft het voor gevoel om met honderden mensen hier stil te staan voor kanker? Ja, ik vind het heel bijzonder. Als je hier zo de lijn afkijkt, al die mensen die daar staan en die dus samen dit doen. Het is heel warm. Het geeft een heel warm gevoel. Presentator Frits Sissing maakte later op de avond bekend dat de liveshow 18.270 nieuwe donateurs heeft opgeleverd. Never there, take no time coming up for air. There's a deeper feeling that this life's not fair, I know.